Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Het is donderdag en ik dacht, ik begin alvast. Ken je me nog niet? Of ken je me juist wel en vind je mijn vlogs fantastisch? Maar ben je toevallig vergeten te abonneren? Vergeet dan niet vooral nog eventjes te doen. Want dat zou ik super leuk vinden. Duimpje omhoog als je deze vlog leuk vindt. En mocht je me nog niet kennen en je denkt na deze vlog, nou dat vind ik leuk. Vergeet dan ook vooral even niet. Ik zeg namelijk eigenlijk te weinig. Dus bij deze gooi hem er even in. Ja, het is dus donderdag en ik ben net thuis. De schoonmaak is geweest, alles is fijn aan kant. Dat hebben we trouwens sinds kort pas. Ik vond het vroeger een beetje onzin, maar met twee kinderen en allebei veel werken is dat toch best wel een fijn idee. Het is altijd wel zo dat dan alles op zijn kop staat, dus ik ben al nog eventjes bezig met het herinrichten van mijn woonkamer. Maar buiten dat, goud. Vandaag is een hele leuke dag, want Sven en ik hebben 9 jaar. We dachten 10. Kleine rekenfout gemaakt, kan gebeuren. Maar 9 jaar, ook heel mooi. 9 jaar in 2019. Hé, misschien kunnen we het wel zo gaan onthouden. Hé, dat is een goed idee. Nooit over nagedacht. Goed, dus ik dacht. Uit ervaring weet ik dat Sven dit soort momenten wel eens vergeet. Dat is hij, was hij ook, waren het niet dat ik hem er natuurlijk aan heb herinnerd. Maar ik heb ook een stille hint gegeven voor een cadeautje, maar ik denk dat het iets wat een kort dag was. Maar ik dacht, ik heb geen cadeautje, maar wel een aantal leuke dingen. Zo was onze eerste date, was een soort kookwedstrijd. Het gerecht wat ik toen heb gemaakt, dat eten we vanavond. Hele simpele pasta, maar wel heel lekker. Dat eten we en toen dacht ik, dan moet ik een beetje meer. Dus ik heb een toetje, ik wilde eerst een taart doen, maar toen dacht ik, ja weet je, taart en zo de hele tijd. Dus ik heb dit gedaan. En wat ik dacht, want vorige, wanneer was het? Nou, laatst hadden we in ieder geval van die chocolade muffin dingen. En dat is natuurlijk best wel gewoon veel. En Niels wil natuurlijk ook. Daarom doen we dit vooral voor onszelf, hoeft het niet zo. Maar ik dacht, dan vind ik dit wel iets beter qua hoeveelheid. Dus dit is bros krakende mousse. Ik heb geen idee, maar gaan we doen. Voor onszelf heb ik nog een kaasplankje. Dit is totaal niet lactosevrij. Maar verder doe ik het echt super goed trouwens lately. En ik heb, waar is het heen? Ik heb nog even een kaartje. En een klein flesje kava. Dus. Dat ga ik zo even koud zetten. Anyhow. Dat is dus vandaag. Morgen. Wat is er morgen? Morgen weet ik niet. Volgens mij hebben we een redelijk rustig weekend, dacht ik. Nou, misschien kan het ook zijn dat ik me enorm vergis. Zondag gaan we in ieder geval borrelen bij mijn nicht en haar vriend en kids. Want zij kwamen, misschien weet je nog, een tijdje geleden kwam zij Elin's halve verjaardag bij ons vieren. En nu is haar zoontje een half jaar, dus we vonden het wel een goed excuus om dan gewoon bij hen ook eventjes het te vieren. Het is niet echt vieren, het zou natuurlijk helemaal nergens op, maar gewoon wel even een leuk momentje. En dan met kids en mannen erbij. En dan doen we borrelen, want dat komt qua slaapjes beter uit voor de beide partijen. Dus dan doen we dat. Ook prima. De Viking. Wauw. Deze doe doen. Ja, die past wel beter bij je. Ja, doe maar. Nou, we zijn weer wat uurtjes verder. Maar Sven die had ook dingetjes voor mij meegenomen. Zoals een bosje rozen. En hij had ook bossenbollen had hij meegenomen en M&M's. Maar we gaan nu voor de kava en de kaasjes. En ondertussen gaan we Fire kijken, die documentaire op Netflix over dat festival. Nou, dan gaan we dat kleine flesje openmaken. En hier liggen we even kaasjes. Oh my god. Oh my. Oh nee. We gaan het eerst doen met zo. Een pagina. Deze vind ik. Welke gaan we zoeken dan? Deze. De haan. Hey, ik zie nog een haan. Nou ja. Die schrikt zich een hoedje. Of zijn ze boos op elkaar? Ik heb een poos op elkaar. Oh jee. Goedemorgen, het is zaterdag. Ik ga de kinderkant op. Oh jee. Maar zoals je hoort zijn ze weer lekker aan het bouwen hiernaast. Oh, even.
Vandaag zijn wij internetloos en tv-loos. Ik moet vandaag een nieuw pakket installeren. Dat kan namelijk niet voor de datum dat het werkt. Maar op de datum dat het werkt, heb je geen ander internet meer. Dus dat wordt wel. Dus, ik heb hem in zijn mond gedaan. Heb je hem in zijn mond gedaan? Ja, in zijn mond. Hier. Oh. En nog altijd een huisje. Oké. Okay. Dus dat is mijn eerste missie zo meteen. Ik ga even mijn make-up afmaken en even ontbijt eten. Dus we zijn aan het ontbijt en ondertussen in een boek bezig. Pita. En ja, dan ga ik dat doen. Mag ik nu een filmpje kijken? Ja, dat doet het niet. Oh jee. Nee, we hoeven niet met de kinderwagen, we gaan even met Stray sleeën. We gaan even sleeën. Het sneeuwt. Het heeft gesneeuwd. Dan moet jij boven staan. Moet ik boven staan? Laat je steen zien. Dan kan je heel hard op, hè, die. Laat eens zien. Ja. Hallo, laten we zien. Ja. Ja. We gaan eens 100 keer nu dat bergje af en op. Maar ik heb nu de schone taak op hier. Oh, om hier boven te staan en naar beneden te duwen. Oh. Hey, hey, wat moet dat? Woehoe. Oh nee! Ah! Ben je er klaar voor? Ja. Oké dan. Woehoe! Woehoe! Ik ben een video aan het bewerken. En ik ben een beetje in dilemma, want je hoort echt de werkzaamheden zo hard. Het is nu toevallig even stil, maar het is dus echt de hele tijd. En het gaat gewoon echt een tijd duren. En ik heb deze video nu een 2 weken geleden denk ik opgenomen. En het gaat over de voortgang van Elin. Dus ik wilde eigenlijk nu alweer een nieuwe video opnemen, want hè, 2 weken verder. Maar ja, nu ben ik dus een beetje in dilemma. Wat ik nou ga doen. En ik kan zeg maar dit verhaal wel weer navertellen. Alsof het 2 weken eerder was. En dat vind ik ook niet echt spontaan. Maar je hoort echt een ontzettende herrie. Ik weet het niet. Ik was dus net even buiten met Niels. Lekker in de sneeuw. Lekker sleeën. Hartstikke gezellig. En, want Elin lag te slapen. En nu is mijn moeder even met Elin en Niels even naar buiten. Ik heb net het hele internet. We zijn van provider geswitcht. Dus dat heb ik net geïnstalleerd. Nou, dat gaat zo waar, dat was hartstikke goed. Maar ik wilde dus heel graag even een video uploaden om te kijken hoe snel dat gaat. Ik ben trouwens nog niet helemaal klaar met installeren, want ik moet nog even de extra zenders. Ik moet nog even kijken hoe Netflix werkt en dat soort dingen. Maar in ieder geval de basis. We hebben internet, we hebben tv. Dat is top. Elin weet niet helemaal wat ze met zichzelf aan moet. Die heeft vanmorgen niet helemaal de fles tegen gedronken. Ze heeft net een uurtje geslapen. Wel redelijk fruit gegeten. Want ze is een beetje zoekende, geloof ik. Maar goed. Wat moet ik nou met die video aan? Ik weet het niet zo goed. Het is zo stom als ik nu het verhaal vertel. Dan moet ik het echt een papiertje gaan schrijven. Van hoe toen de ontwikkeling ging. In plaats van nu. Daarbij heb je nu ook de hele tijd, het is nu toevallig even stil, maar het is echt bijna non-stop. Het stopt zeg maar rond 6:00, nou dan is het donker, daar heb ik dus niks aan. Ik ga er even voor nadenken. Ga je het opeten? Alles in de mond hoor. In het bos. Maar jij bent het grapje. Het geitje is oma. Het geitje, ja. En ik ben de boze wolf. Oh. Zal eens zien of jij niet bang bent. Zal eens zien, zal eens zien, zal eens. De auto gaat door de voetpaardjes gepakt door de heer. Hier hebben we Batman. En ik ben Catwoman, dat zie je wel. Goedemorgen, het is zaterdag en ik heb volgens mij helemaal niet meer gefilmd gisteren. Maar dat was ook niet heel spannend.
De dag begint een beetje gek, want ik heb een boxshirt bij deze. Wat? Helen die was wakker vanwege een boekluier. Maar goed, die kan dan vervolgens, kon ze natuurlijk niet meer slapen. Dus nu zit het hele schema in de war. Dus nu zitten we een beetje met, hoe doen we dat met mijn sport en Niels' sport. En goed, we hebben er nu op bed gelegd. Dan zouden ze in principe nog een uur kunnen slapen. En dan ruim een uur, zeg maar. En dan moeten ze de deur uit voor Niels' sporten. Dus dan doen we dat maar. Alleen normaal haal ik er dan op en dan gaat ze slapen. Maar dat is nu even weer een ander ding. Dus ik moet even puzzelen. Maar komt goed. Komt goed. Ik ga nu even Niels aankleden. Nou, ik ben terug gaan sporten. Eden opgehaald. Alleen normaal leg ik haar dan meteen in bed. Gaat ze slapen. Alleen nu was ze dus te vroeg wakker en dus ook weer te vroeg moe. Maar nu heeft ze al geslapen. Dus ik denk dat ik maar gezellig in het wippertje bij mij in de douche zet. Dus meteen een beetje stoom voor al het snot. Wat een goed idee. Zet was een truitje aan van H&M. Een broekje van Bes. En slofjes door mijn moeder gemaakt. Nou, let's go. Douchen. Nee, die gaat even een mammetje eten. Ja, ga je nog maar lachen. Ik heb jullie even op de stoel van Niels gezet. Van Elin. Het is maar hoe je het ziet. Want ik kreeg een pakketje binnen. Van Pull&Bear. Sven die had namelijk daar in de super sales, ook met de 70% korting sale, nog allemaal leuke dingen gevonden. Dus toen dacht ik, ik ga het toch nog even spieken. Als eerste dit jurkje. Het voelt heel koud. Ik wil het helemaal niet aantrekken nu. Het is net uit de auto van die man. Het is een beetje een groen luipaardprintje. Een beetje een klokkend model. En ook een zwarte met knoopjes. Ik denk misschien is het wel hetzelfde model. Dat zou goed kunnen. Want ik dacht, dat weet ik nog wel. Want ik dacht van misschien is het een beetje te heftig. En misschien zal zeg maar gewoon een basis zwarte leuker. Gaan we proberen, ik weet het niet. Misschien twee maten besteld. Nee, dat dan weer niet. Gewoon zo. Even kijken. Wat is dit? Oh, dit is ook nog een zwarte jurkje. Vond ik ook wel heel leuk. Die komen namelijk eigenlijk nooit bij Pull&Bear. Want het is niet helemaal gemaakt voor mijn figuur, maar we gaan het meemaken. Dit is ook een beetje van een soort blouse spulletje. Een jurkje met driekwart mouw. En dan een beetje zo'n wijdvallend modelletje. Oh, dit is heel cropped. Kijk, hij is echt wel very cropped. Nou, laat even zien. Ik vond die pompons wel gezellig op. Een beetje hippie. Even kijken hoor. Oh, ik heb het jurkje nog in het rood. Oh, ik weet het al. Volgens mij was het echt iets van, het was nou 4 euro of zo. 4,90 euro. Want ik dacht, nou, weet je. Als het een topmodel jurkje is, dan is het fantastisch. En anders dan stuur ik het terug. Deze kleur vond ik ook wel een beetje roestbruin-roodachtig. Maar het is wel iets tegen dat ik ze allemaal dezelfde maat heb besteld. Ook nog oprecht ook nog in het groen. Kan ik even kijken wat leuker staat. Hè? Maar ze stonden wel. Ik wist niet dat ze echt exact hetzelfde waren. Want ze stonden niet allemaal op dezelfde pagina. Soms heb je van dan heb je meerdere kleuren van iets. Dat is bij die zwarte zo. Het is ook. Oh, deze heb ik in een S. Dit is een maatje kleiner. Nou, we gaan kijken. Meestal bestel ik jurkjes in een M. Omdat ze anders te kort zijn. Met mijn buste. Een soort blouseje met een overslag. Ja, dit is een maatsticker, dat hoeft dan weer niet. Maar vond ik ook wel een leuk basis blouseje. Alleen ik wist niet zo goed of ik die mouwen leuk vond staan, maar ik dacht ik kan het proberen. Ik zal eens even wat aan gaan trekken. Dit is dat jurkje. Dit is hem in de luipaardprint. Ja, ik heb er dus een jongbroek onderaan. Dus je kan het misschien niet helemaal goed zien, maar ik vind het wel een leuk model, dus nu krijg ik meer de keuzestress van welke kleur vind ik dan het leukst. Maar goed, dat komt denk ik op beeld niet echt over. Maar hij is gewoon hierboven strak en dan loopt hij een beetje losser uit. Oh, zo. Dan loopt hij een beetje losser uit. Dat is natuurlijk fijn met mijn gekke buikje. Lange mouwen. Ja, ik vind het wel wat.
laten we nog even snel alle andere dingen passen. Dit jurkje moet ze even kleur kiezen. Ga ik de rest nog snel aantrekken. Dit is het andere jurkje. Het is een stomme maatsticker. Maar deze is echt wel aan de korte kant. Verder vind ik het modelletje wel gezellig. Ik hou van zo'n babydoll jurkje. Het is echt niet te zien met die sticker in het zwart. Het is wel een beetje zo'n losvallend blousejurkje. Maar hij is echt te kort. Ja, ik heb een wit hemd aan. Dat is ook charmant. Maar dit is het blouseje. Wederom met zo'n stomme sticker erop. Maar ik geloof dat ik het niet zo leuk vind dat hij gekropt is. Nee. En dit is die andere trui. Of tenminste die wat andere cropped ding. Maar ja, ik kan hier gewoon niet zoveel mee met zo'n gek cropped. Op zich, misschien als ik een hoge spijkerbroek aan heb. Ik vind het wel een grappige trui namelijk. Maar mijn spijkerbroeken zitten gewoon tot hier of zo, denk ik. Dus dan is het echt net op het randje. Nou, dan zou ik even zijn vragen aan mijn broek. Nou, in ieder geval hou ik één of twee van die jurkjes. En dan misschien deze trui. De rest gaat allemaal terug. Kijk, dat deurtje kan open. Wij gaan eten. We liggen in bed. Ik ga Elin zo voeden. Ja, zo. Oh, agressief tegen de camera. Maar ik denk dat het net te donker is. Dus ik zie jullie morgenochtend weer. Goedemorgen. Ik dacht, ik neem even mee in mijn ochtendroutine. Tenminste. De dagen dat ik mijn haar niet was. En dat zijn 5 dagen in de week. Dat was 2 keer per week mijn haar. Onder de douche was ik mijn gezicht nog steeds met de Clarisonic Mia en Estée Lauder Perfectly Clean. Dus ik wou ze badjas halen. En daarna doe ik dit. Ja, dit is omdat ik dat toevallig nog had liggen. Dit is de NaOB Natural and Organic Calming Face Toner. Oh, even hard wakker. In ieder geval ze hoest, waardoor ze waarschijnlijk wakker wordt. Dat doe ik op een watje en dan ga ik nog even mee langs mijn gezicht. En s'avonds doe ik de Pixie Glow. Oeps, valt wat. S'avonds doe ik de Pixie Glow Tonic. Die kan je ook 's ochtends en 's avonds doen, maar één keer per dag genoeg. Love it. Normaal doe ik dit ook, maar ik heb het eigenlijk wel een beetje ingesmeerd net met olie. Dan doe ik oogcreme op. Ik heb nu deze. Normaal doe ik deze. Vichy Idealia voor de oogjes. Vind ik heel fijn, maar ik heb nu van de Lidl. De Cellular Beauty Eye Mousse. Dat was omdat ik laatst, heb je vast wel over gehoord, maar die Cellular lijn van Lidl bevat praktisch dezelfde producten als de La Mer dag en nacht crème of zoiets. In ieder geval alleen dan natuurlijk voor een fractie van de prijs. Dus ik zag ze laten liggen. Ik denk, nou, ik ga ze gewoon eens testen. Niet dat ik ga ze niet vergelijken met La Mer en als we gekke gaan. Ik vond het in ieder geval wel grappig om te testen. Die zal je zo nog wel zien. Maar in ieder geval die dag dacht ik, oh, dan doe ik die oogcrème er ook bij, want mijn oogcrème was bijna op. Het is wel prima spul eigenlijk, moet ik zeggen. Het is een beetje een soort, ja, ze zeggen mousse, maar ik vind het meer een gel, maar prima. Dan gebruik ik het Vichy Mineraal 89 Fortifying and Plumping Daily Booster. Heel fijn spul. Dan doe ik 2 pompjes, eentje voor mijn gezicht en eentje voor mijn décolletage. Beetje droge lippen vandaag. Het is een beetje verkouden vannacht. Slaap je met je mond open, denk ik, om droge lippen. Ik heb een liedje van Niels in mijn hoofd. Oh, doe de honky donkey in, uit, de. Vreselijk. Dan laat ik het even intrekken. Normaal ga ik dan nog allerlei andere dingen smeren.
Maar dat ga ik zo nog even doen, want ik ga ook, wat ik doe, vaak deze. Dit is de Colestar Special Perfect Body Cream. Al vrij ver in deze pot. Dan gebruik ik de Shea Cellular Beauty Day Cream. Zeg maar voor mijn gezicht is dit het. En dan kies ik altijd een foundation of tinted moisturizer of whatever. Kijk. En daar heb ik vrij veel keuze. Zoals je ziet. Meestal ga ik voor deze hoek. Dit zijn de tinted moisturizers. En als ik iets meer enthousiast ben, dan ga ik meer voor deze hoek. Een aantal van mijn favorieten zijn de Ethos CC Cream, deze Radiation CC Cream. Dit is mijn allerlievelings aller tijden. Dit is de Bare Minerals Complexion Rescue. Dit is de Lingerie de Peau Beauty Booster van Guerlain. NARS Radiant Tinted Moisturizer. De It Cosmetics CC Cream. Vind ik wel fijn. Die is wel dekkend hoor. Dan deze, de Chanel Vita Lumière Aqua. En dan zitten we nog meer dekkend. NARS. En dan de Chanel de Beige. Dit is een kleintje van Benefit. Deze is helemaal niet dekkend, maar die is heel donker. Misschien gebruik ik hem niet. Dit is heel oud, maar vind ik altijd nog wel eens leuk om te pakken. Deze heb ik ook op mijn bruiloft gehad. Die is al lang niet meer te koop. Maar, en de Milani Conceal Perfect gebruik ik ook wel vaak. Oh, en daar stond nog de MAC Face & Body. Maar dit is dus een beetje wat ik 's ochtends qua verzorging doe. Zo kan ik het niet zien. Kijk, rat. Ja, dat is rat. Verrek. Rat, hoi. Ja, wat ga ik altijd met rat doen? Ik kan er nog wat even aan merken. Oké. Mama, wat ga ik altijd met rat doen? Op avontuur toch, kikker? Ja, op avontuur. Kijk, Rad heeft een wandelstok en ik draag de rugzak. Hey Niels, wat heb jij trouwens voor een mooi bord? Ja, ik heb een Benjamin-rugzak. Heb jij een Benjamin-rugzak? Van de Minions, toch? Ja, een bril op. Ja. Maar wat voor mooi bord heb jij, Niels? Wat is dat? Kikkerbord. Ja, en wie is er ook een kikker? Jee. Ja. Maar je bent jee. Dat ben ik. Is dat omdat we morgen gaan trouwen? Ja, cool. Oh. Elin en ik gaan even een frisse neus halen. De mannen hebben net al de boodschapjes gedaan. En wij gaan even pakketjes wegbrengen. Het is echt super zonnig. Lekker. Elin oefent met een nieuwe spin. Dat is nog een beetje een uitdaging. Ik heb nu zo'n dental. Dat is lastig. Wij gaan borrelen. Dit is mijn outfit. Dit is dat jurkje wat ik gisteren liet zien. En deze laarsjes van... Ik kocht volgens mij bij Omoda al een tijdje geleden. Ik heb geen idee waarvan ze zijn, maar... Love them. Dus dit is de look. Oké! Okay. Ja, wel in de picture geweest. Alleen... Volle bak in de Evelien tunnel. Dat was niet zo best. Dat is ook niet goed afgelopen. Dat is zeker niet goed afgelopen. Ik zit nog in mijn eentje op de bank en ik heb net een blarenpleister opgedaan. En waar zou je denken? Niet op een blaar, maar op een pukkel. Ik zag namelijk vandaag een video van Masha van Beauty Gloss. En ze zei dat dat een geniale truc was voor, zeg maar, van die pukkels die gewoon lekker onderhuid zitten en eigenlijk niet zoveel doen behalve bol zijn en je irriteren. Dus ik heb er eentje hier op gedaan. Dat is zo eentje die echt wel heel dat zit. En ze had het ook over, dit is echt zo'n zone waar altijd krengen zitten die gewoon waar niks mee gebeurt, maar die wel dat het bol blijft. Dus nou goed, daar heb ik eventjes een blarenpleister op gedaan. Ik ben heel benieuwd. Sven is aan de bed, want die voelt zich nog steeds niet lekker. Oh, het was trouwens super gezellig bij mijn nicht. Ik heb niet zoveel gefilmd, maar het was heel gezellig. Maar zijn ligt op bed. Zodat in dat ik straks... het is nu 10 uur. Het is nog een beetje te vroeg voor om Elin te doen.
Die echt trouwens heel verdrietig was. Die heeft echt zoveel poeplaars gehad dat ze zo pijn in de billen heeft. Gewoon zielig. Maar goed, die ga ik straks nog even verschonen en dan wel geven. En dan kan ik zelf ook naar bed. Maar dat duurt nog wel eventjes. Dus ik ga maar een beetje zappen of ik ga zo een boekje lezen. Weet ik nog niet. In ieder geval ga ik hem afsluiten voor dit weekend. Niet een heel boeiend weekend. Volgend weekend weet ik echt niet wat we hebben. Geen flauw idee. Ik neem jullie in ieder geval weer mee. We gaan het zien. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je heel graag volgende week bij een nieuwe vlog. Of woensdag misschien bij een extra video. Dankjewel. Doei.